En deze auto is in het interieur en van de buitenzijde net zo Brits als cricket en lauw bier. Welkom bij deze Autovisievlog. Mijn naam is Peter Hillhorst en vandaag heb ik onder mijn rechtervoet het gaspedaal van een spraakmakende klassieker of een bijzondere youngtimer. Rij mee met Peters Proefrit. Hij is op en top Brits. Hij is volledig met de hand gemaakt. Heeft een brute V8 en een imponerend uiterlijk. Het is de Aston Martin Virage. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Peters Proefrit. Met vandaag dus de Aston Martin Virage. De super zeldzame, typisch Britse musclecar. Deze Virage is tussen 1989 en 2000 gebouwd. Het was de opvolger van de V8 modellen. En er zijn in totaal 1050 exemplaren gemaakt. En hij was er als Virage, als coupé. Hij was er als volante, als de open versie. En hij was er als high performance vintage. In 1996 werd de Virage gedoopt tot V8 Coupé. En het topmodel van Aston Martin werd pas in 2001 opgevolgd door de Vanquish. De voorlopers van deze Virage, de V8 modellen, die stamden nog uit de jaren 60. En halverwege de jaren 80 smachtte Aston Martin echt naar een nieuw model. Maar ja, ze hadden niet het geld om een nieuw model te ontwikkelen. Totdat Ford in 1987 75% van de aandelen kocht. En toen werd er begonnen met een nieuw model op basis van die oude V8 techniek. Uiteindelijk heeft die financiële injectie van Ford er dus voor gezorgd dat deze Virage op de markt kwam. En deze Virage was ook meteen het laatste volledig met de hand gebouwde model in de fabriek in Newport Pagnell. De Virage is een 4,70 meter grote coupé. En er zijn dus uiteindelijk 1050 exemplaren gemaakt, waarvan de 411 als Virage coupé. Er werden natuurlijk ook nog die Vantage gemaakt en die Volante. Maar van deze versie zijn er dus 411 gemaakt en ongeveer de helft daarvan met een handgeschakelde vijfbak. En voor het design van deze auto zijn twee docenten verantwoordelijk van het prestigieuze Royal College of Arts. Het is een vloeiend, glad, maar ook hoekig design. En met die hoge tire line, die traditionele Aston Martin grill, die lage agressieve voorspoiler, die hoge heupen, die hoge motorkap en die iets wat oplopende achterzijde. Ja, ik heb het altijd een prachtig en machtig design gevonden. En al die plaatwerkdelen zijn van aluminium en met de hand gehamerd. Een paar leuke dingen eraan. De buitenspiegels die zijn van een Citroën CX. De koplampen van een Audi 100. En de achterlichten zijn van een Volkswagen Scirocco. En als je dan bedenkt dat deze auto een nieuwprijs had van meer dan 500.000 gulden, dan is dat misschien wat moeilijk te verteren. Maar ja, Ferrari's zaten in die tijd ook vol met Fiat onderdelen. Nou, als je in het interieur kijkt, ook hier heel veel knopjes en dingetjes die je kan herleiden. De stengels aan het stuur zijn van een Opel Vectra. Het stuur is van een Ford, die staat bijvoorbeeld ook in een Fiesta, in een Escort. Die knoppen hier op de middenconsole zijn ook van Ford. De knopjes voor de zijruiten, ook van Ford. Maar ja, als je het interieur zo eens goed bekijkt, dat prachtige Connolly leer, dat dikke tapijt, Alcantara voor de dakbekleding, walnotenhout. En ondanks die herkenbare zaken aan het koetswerk en in het interieur ademt deze auto een en al luxe. Maar dat mag je natuurlijk ook verwachten van het topmodel uit die tijd. En deze auto is in het interieur en van de buitenzijde net zo Brits als cricket en lauw bier. Die hoge motorkap is de klassieke V8. Eind jaren 80 hadden ze ook te maken met steeds strenger wordende emissie-eisen. En dat blok moest echt een beetje gemoderniseerd worden. Nou ja, het Britse merk klopte aan bij Cosworth, hè, of zij die motor konden moderniseren. Maar die kwamen met een offerte die was veel te hoog volgens het merk. En daardoor kwamen ze terecht bij Callaway.
bekend van de twin turbo Corvette. En die Amerikaan, die wist wel raad met de V8. Die was volgens hem helemaal niet zo verouderd. Die had gewoon even een update nodig. Wat deed die Amerikaan? Die ontwikkelde nieuwe cilinderkoppen. 4 kleppen per cilinder, 4 bovenliggende nokkenassen, elektronische injectie, elektronische ontsteking. En dat zorgde voor 330 pk bij 6000 toeren per minuut. En een koppel van 475 Nm bij 3700 toeren per minuut. Daarmee sprintte deze 1790 kilo wegende Virage in ongeveer 6,5 seconden naar 100. En de topsnelheid lag net boven de 250 km per uur. Ja, die cilinderkoppen werden dus ontwikkeld door Callaway, maar de motoren werden met de hand geassembleerd in Newport Pagnell. En er zit ook een naamplaatje op het blok. En diegene was 60 uur in zijn eentje bezig om dat blok in elkaar te zetten. Hij is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak van ZF, een zogenoemde dorkleg versnellingsbak. Dus de 1 zit linksonder, 2 en 3 zitten tegenover elkaar en de 4 en de 5. Ja, en die motor, hij moet even op gang komen. En dan bij 3 gaat hij echt aanzetten. Begint hij echt te roffelen. En dan gaat hij eigenlijk steeds feller worden naarmate hij in de buurt komt van zijn 6000 toeren per minuut. Handbak schakelt op zich best wel oké. Maar het is vooral de koppeling die niet heel erg fijngevoelig is. Het is echt een beetje een lompe aandrijflijn om te bedienen. Vooral bij het wegrijden moet je best wel veel gas geven om niet hortend en stotend van zijn plek te komen. Maar als die V8 helemaal de zin in krijgt, dan begint hij te sleuren. Dan begint hij te hameren, dan komt die grote neus iets omhoog. Deze auto voelt al behoorlijk vlot aan met zijn 330 pk. Maar als je dan bedenkt dat er ook nog een tuningskit werd geleverd, dan werd die motor opgeboord tot 6,3 liter. Dan had je ruim 470 pk. En de Ventus had deze 5,3 liter V8, maar die werd voorzien van 2 superchargers. En dan leverde die 600 pk. Dan had hij een topsnelheid van ruim 300 km per uur. En dan sprintte die in minder dan 4 seconden naar 100. Ja, het zijn bizarre cijfers. Maar als je deze een beetje op zijn staart trapt, dan komt er een lekkere roffel uit de neus. En er zit er toch behoorlijk wat snelheid in deze Virage. Het is geen opgefokte motor, het is echt meer een koppelblok. Ja, om die 1790 kilo Britse luxe vooruit te duwen. En als je er zo in rijdt, dan denk je in het begin, ik zit in een luxe vrachtwagen. Het is echt een beetje een grote, lompe bak. Je zit ook vrij hoog in de auto. Stoelen met een vrij korte zitting. En hier, dan gaat die V8 weer. En als je er wat langer in gaat rijden, dan begint hij toch wat te krimpen. Dan lijkt hij ineens wat minder groot en zwaar. Dan voelt hij wat lichtvoetiger aan. En dan verdwijnt dat intimiderende randje wat er eigenlijk aan deze auto zit. Hij heeft voor dubbele draagarmen en achter heeft hij een De Dion achteras met wat linkjes en A-vormige langsarmen. En als je zo onder die auto kijkt, dan ziet het er heel fraai uit. Hij heeft uiteraard achterwielaandrijving en een sperdifferentieel. De veren en dempers zijn van Koni en er zit behoorlijk wat rol in de auto. Hij beweegt veel, hij voelt wat loom en traag aan. Kijk, als je hier instuurt, remmen, insturen, moet hij zich even zetten. Maar als hij zich dan gezet heeft, als die neus eenmaal staat, dan duikt hij toch wel behoorlijk scherp de hoek in. Voor een auto van dit formaat en van dit gewicht hier. Even zetten en dan kun je weer beginnen met uitaccelereren. Dan komt die neus weer wat omhoog, dan begint die V8 weer te hameren. Besturing vrij licht en hij blijft ook vrij licht op hoge snelheid en daardoor voelt het een beetje onzeker aan in langere bochten. Je moet een paar keer sturen zeg maar om een beetje aan te voelen waar de grip zit, maar als die eenmaal staat dan kun je heel vroeg op het gas
om die bocht uit te accelereren. Ja, dat geeft toch een machtig gevoel. Hè? Het is veel meer een luxe, snelle coupé dan een pure sportwagen. En daardoor is het op en top een klassieke Aston Martin. Deze Virage komt uit 1991, heeft 43.000 kilometer gelopen, staat te koop bij het Klassiekerhuis in Achthuizen en ze vragen €69.950. Dat is een flink bedrag, maar als je bedenkt dat deze auto 30 jaar geleden meer dan een half miljoen gulden kost, ja, dan valt het misschien wel mee. En deze kleur met een handbak, er zijn er minder dan 50 stuks van gemaakt. Het is dus echt een hele zeldzame uitvoering. En voor dat bedrag krijg je een brute, stijlvolle, met de hand gebouwde muscle car. En in al zijn vezels een echte Aston Martin.